Nou loopt hij. Maar hij moet gewoon heel hard houden. Dat is niet de sound die je hier zoekt. Dus studeer hem heel langzaam in. Dus je kunt met jezelf het beste afspreken. Op het moment dat de laatste aanslag is voor de wijsvinger, dan wil ik die duim erop hebben. Dat is een compromis wat je moet sluiten. En dan stopt die snaar wel met klinken, maar het valt niet op.